Koe op zolder. Wij hebben een koe op zolder. Een grote viercilinder koe die roept haboe haboe. Holder de bolder. Wij hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe die roept haboe haboe. Nou, wat is er nou met die molens aan de hand? Ja, die molens draaien altijd als de wind staat. Wat is het probleem? In het verleden had je molens, die waren het woord dat we niet onder water komen te staan. Tegenwoordig hebben we molens nodig voor onze energie. Iedereen wil televisie kijken, internet, Facebook, noem maar op. Kijk, je moet voorbereiden op de toekomst. Als het hier onder water staat, wat is nou hoog? 100 meter? 200 meter? 200 meter heb je in ieder geval, als de dijken doorbreken of het staat hier onder water, heb je in ieder geval elektriciteit. Nu hebben we een vervanger voor duurzame energie. Hoge molens, toppie. Ja, joh, actiegroepen, mensen die tegen zijn, we gaan het over. Niet hier helemaal niemand. Vredig gebied, actiegroepen. Nooit van gehoord. Hetzelfde geldt voor die windmolens in Kinderdijk. Plat gooien voor die toeristen. Het zijn allemaal Russen, Japanen, Chinezen. Die doen zelf geen fuck aan het klimaat. Gewoon hoge energiemolens neerzetten, die elektriciteit opwekken, hek eromheen, klaar. Hier die watermolen, niemand weet waar dat ding voor is, wat ermee gaat gebeuren. Wieken erop en draaien. Hoppee.